In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag doen we een uitstapje naar het Nieuwe Testament, naar één van de brieven van Sint Paulus. En om precies te zijn, naar de brief van Sint Paulus aan de Romeinen. Deze vers is makkelijk te onthouden omdat de referentie makkelijk te onthouden is. Het gaat namelijk om Romeinen 8, 28. Dus hoofdstuk 8, vers 28. En in die vers staat: en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dat klinkt eigenlijk als een heleboel moeilijke woorden achter elkaar. Maar wat er eigenlijk staat is: we weten dat voor degenen die van God houden, dat God alles voor hun laat werken voor in het positieve, voor het goede uiteindelijk. En ik wil het daar heel even met jullie over hebben vandaag. Want daarin lijkt het alsof alles wat ons overkomt voor het beste is. Dat is ook zo, anders zou het niet in de Bijbel staan. Maar als je op een moment in je leven je bevindt in een staat waarin je heel verdrietig bent, of heel boos, of heel angstig, dan wil je dat soms niet horen. Dan voel je je misschien niet helemaal begrepen als je deze vers leest. Want als je diep in een dal bent en als het allemaal best wel donker is, ja, dan klinkt dit eigenlijk misschien als iets wat heel erg ver van jouw bed zich afspeelt of af zou kunnen spelen. En hier bestaat een term voor. Er is een term binnen de psychologie en die noemen wij toxic positivity. Toxic positivity betekent eigenlijk dat je van jezelf eigenlijk, afgezien van hoe je je voelt, van wat je hebt meegemaakt, van alle negativiteit in je leven, dat je jezelf eigenlijk dwingt om altijd blij te moeten zijn of altijd blij te moeten doen. Want misschien weet je dat ook wel. Het is best wel lastig om altijd positief te blijven als je niet zo voelt. Je kan wel doen alsof, dan heb je een soort van masker op. Hè? En met mijn vrienden ben ik heel gezellig, maar als ik in mijn eentje thuis ben, dan voel ik me eigenlijk diep, diep ellendig. En soms lijkt het alsof de Bijbel daar een beetje in meegaat. Van de Bijbel is eigenlijk ook best wel positief en de Bijbel heeft helemaal geeft mij geen ruimte om dit verdriet te voelen. En daar wilde ik het eigenlijk met jullie over hebben. Want is dat eigenlijk wel zo? Is de Bijbel een plek waarin alleen maar positiviteit wordt verkondigd en waarin iedereen het altijd voor de wind ging en waarin alle mensen die van God hielden een goed leven hadden? Nee, dat is niet zo. Dus wat Sint Paulus hier eigenlijk zegt, is: dit is de les die ik mee heb kunnen nemen van al die ervaringen van al die mensen die zoveel liefde voor God hebben gehad en die God zo heeft lief gehad in de Bijbel. Want iemand zoals Job, iemand zoals koning David, iemand zoals Abraham, iemand zoals Jozef, iemand zoals Mozes. Al deze mensen, al deze profeten, al deze grote namen die zoveel hebben betekend voor ons geloof, die zoveel hebben betekend voor de geschiedenis van de kerk, al deze mensen hebben zonder uitzondering ook echt hun portie van verdriet en pijn wel gekend en gehad. En dat geeft ons hoop. Dat is iets waarvan we kunnen zeggen: als God mij test, als God mij chaos geeft in mijn leven, als God mij pijn geeft in mijn leven, dan houdt hij van mij net zoveel als hij van al deze figuren heeft gehouden, al deze mensen heeft gehouden, al deze mensen heeft hij gebruikt met een reden, al deze mensen heeft hij die pijn gegeven met een reden. Dus om even terug te gaan naar dat toxic positivity: wat van God komt is niet giftig. God doet niet af aan de pijn die jou doormaakt. God gebruikt de pijn die jij doormaakt om jou op te bouwen, om jou uiteindelijk te kunnen geven van het eeuwig leven, dat ten goede laat medewerken, zodat jij voor eeuwig bij hem kan zijn. Niet voor eventjes hier op aarde. Hier op aarde is belangrijk, maar is niet het belangrijkst. God wil jou dichtbij hebben voor altijd en voor eeuwig. En daarvoor, voor dit doel, zal jij pijn moeten lijden soms. Zal jij dingen op moeten geven soms. Zal jij af en toe afscheid moeten nemen van dromen, van plannen, van allerlei andere dingen die je heel, heel, heel graag wil. Heel, heel, heel graag wenst. Heel, 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 heel hard voor bidt. Maar dat is niet wat in jouw voordeel zal zijn op de lange termijn. En misschien ken je dat wel. Je weet hè, we hebben allemaal verschillende garderobes. We hebben zomerkleding, we hebben winterkleding. En af en toe ben je je kast aan het opruimen en dan ben je allemaal dingen uit de kast aan het halen om ze weer opnieuw op te bergen, om weer nieuwe dingen te wisselen. En misschien ken je dat wel, maar er is altijd een moment waarop je spijt hebt van wat je hebt gedaan. Want je hebt net
een hele grote chaos gecreëerd van iets wat helemaal geen chaos was. Er was chaos, alles lag overal en het moest weer netjes en ik voelde me heel erg naar. Maar je had een plan, je wist wat er ging gebeuren. Je wist dat deze chaos er met een reden was. En zo werkt het ook met Gods plannen voor ons. Hij heeft een chaos gecreëerd in jouw leven, maar hij weet waarom die chaos is gecreëerd. Omdat het plan daarna beter is. Het doel waarvoor het gebeurt is beter. En ik kan dat misschien niet altijd zien, misschien verlies ik het overzicht, misschien weet ik Gods plan helemaal nog niet voor mij, misschien heeft God mij dat nog niet willen laten zien, maar het plan is er en dat is het stukje geloof, dat is het stukje vertrouwen wat wij in ons moeten hebben en waar wij af en toe ook iets meer op mogen leunen. Dat we iets minder leunen op ons eigen inzicht en iets meer leunen op het geloof wat we hebben in Gods plan voor ons en in Gods liefde voor ons. Want eigenlijk wat God zegt is, ik geef jou hoop, ik geef jou een belofte. Je mag me hierop aanspreken. Je mag ervan uitgaan dat ik voor jou zorg. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Dat is waarom ons leven af en toe zo zwaar voelt. Dat we het gevoel hebben dat we alles alleen moeten doen. Maar dat is niet wat God ons wil leren of ons wil geven. Doe het nou maar niet zelf. Laat me je helpen. Laat me je alsjeblieft helpen. Dat is wat God zegt. Dus groter dan de pijn die God jou af en toe laat doormaken, is de beloning die God je daarbij geeft. En dat is waar deze vers onder andere over gaat. Dat is Romeinen 8, 28. De brief van Sint Paulus aan de Romeinen 8, 28. En daar staat in. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ik hoop je weer te zien bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Tot dan. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Eén God. Amen.